kinderen die we vastklemden. Annie Kaks, je mag niet weg. Annie Kaks. Nee, dat is echt, dat krijg je dan een beetje emotioneel bijna als je ja, zo... Ja, ja, ja. Dat... Ja, dat zeker. En oh, weet je, vandaag zijn ook de drie ponies weggegaan. Nee. Ja, maar ze mogen bij. Wanneer is de grootste klap gekomen toen wij dicht moesten voor de corona? Is klaar. Dan komt Bert met de fiets. Kijk, de Bert fiets al daar. Hoi. Ja, hoi. Mag ik kijkers en van jou een vlog ook? Want, en van jou. Ja, allemaal bedanken. Allemaal bedanken. Je hartverwarmende woorden in het boek geschreven. Met iemand, ja, in verband met het stoppen van Annie Kaks, het spontane stoppen. Ik heb hier ook een vlog opgenomen en die komt inderdaad aanstaande zondag online, dus zeker even checken. Maar nu gaan we eerst een interview doen met Annie Kaks, dus ga lekker kijken. Zo, mevrouw Kaks. Ja, daar zit ik dan, hè? Jeetje, fijn, hè? Ja, het laatste dag met het publiek. Het laatste dagje. Ja, het laatste dagje met het publiek. Ik ben even aan het uitrusten, want het is hartverwarmend geweest. Zo ontzettend leuk. En ook kinderen die we vastklemden. Annie Kaks, je mag niet weg. Annie Kaks. Nee, dat is echt, dat krijg je dan een beetje emotioneel bijna als je ja, zo... Ja, ja, daar heb ik het ook wel een beetje traan gelaten. Maar weet je, dat hoort er ook bij. Een lach en een traan. Maar we hebben hier zo fijn altijd geweest. Zijn mijn mooiste jaren geweest. En we gaan gewoon nog wat door, want ik ga nog filmpjes maken. Ja, dat hadden we gezegd. Ja, die hebben heel veel nog. Want zolang als het niet vriest, is goed. De cactussen nog. Maar zo gauw als het gaat vriezen, dan heb ik heel veel verkocht en dan gaan ze gelijk de kas uit. En de laatste dagen, en vorige week ook al, zijn heel veel naar liefhebbers gegaan. Mm-hmm. En die sturen mij een foto van hun, waar ze prachtig in de sterren staan en zo. En joh, dat is zo leuk. Nou, dan gaat mijn hart open en denk ik, oh, mijn kinderen worden goed verzorgd. Ja, dat zeker. En oh, weet je, vandaag zijn ook de drie ponies weggegaan. Nee. Ja, maar ze mogen bij elkaar blijven. Ja, dat snap ik. Ik heb een heel mooi adresje, echt een bevlogen vrouw die echt heel lief voor ze is. Ja, ze zijn 18 jaar en ik wil ze niet naar de slag doen. Nee, dat is niet. Maar het werk wordt veel te veel, joh. Bert is 76, ik 75. We willen nou uitrusten. We willen nou niet meer, we willen nou echt uitrusten. Al zonde dan, zeg je. Ik snap wel dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, weet je, we zijn op leeftijd, dus het is gewoon een keer klaar. Maar die pons, ik weet nog wel uit de vorige vlog dat je er zo gek op was dat je helemaal enthousiast was in die tuin. Ja. En ineens zijn we een paar maanden of weken verder en in één keer is het allemaal... Het verdwijnt als sneeuw voor de zon bijna. Ja, voor jou en voor heel veel mensen is dat, maar niet voor mij. Want wanneer is de grootste klap gekomen toen wij dicht moesten voor de corona? Ja. Dan heb je 2 jaar geen omzet. En nou, het gas, als het gaat vriezen, dan moet Annie 10 keer zoveel gaan betalen. Nou, dat gaan we niet opbrengen. Dus voor mij ben ik al 2 jaar aan het rouwen. En aan het afscheid nemen. En op het moment dat het nou zover is, dan zeg ik, is klaar. Dan komt Bert met de fiets. Kijk, dan Bert fiets al daar. Hoi. Ja, hoi. Bert, fiets even zijn laatste rondje. Yo, nee hoor, wij zijn echt dankbaar dat we dit hebben mogen neerzetten. Mogen genieten. En de vogels blijven gewoon. En weet je... Die kun je ook een mooi plek geven. De avondfauna natuurlijk. Hè? We hebben heel mooi vogelpark. Ja, maar die gaan nog lang niet weg. Eén papegaai is al naar een die man was helemaal verliefd op en daar is hij naartoe. George is al weg. Maar verliefdeling minder werk moeten we hebben, joh. Ja. Ja. Is het ook. Heb je die papegaai volgens mij, die heb je nog wel van die... Hallo! Ja, per ja. Pino. Ja, Pino. Pino, ja. Nee, die blijft bij ons. Alles blijft bij ons zoveel mogelijk. Waar we niet veel werk gaan hebben. En want we gaan nou uitrusten. Heel goed. Mag ik de kijkers en van jou een vlog ook? Want, en van ja, allemaal bedanken. Allemaal bedanken. Die hartverwarmende woorden in mijn boek geschreven. Cadeaus en lekkere dingen. Mooie cadeaus gehad. Het is gewoon fantastisch. Ik dacht gewoon bijna dat je wou zeggen, ik ben in mijn boek gescheten. Nee, maar inderdaad. Ja, maar zo leuk. Zo leuk. Lief zijn. Om toch een beetje aanvaardbaar te maken. En dankbaar waren we
van hier ook al die tijd. Er waren mensen die alle jaren hier kwamen. Zeker, en je, maar je, dat vraag je ook niet. Maar je hebt heel veel DM's gehad ook van Mitchy. Wat ben je toch lief voor dat mens. En het is zo raar om te zien dat je zoveel views overgemaakt hebt. En in één keer is het gewoon, het verdwijnt allemaal. Ja. Mensen waren zo, zo mooi te zien op een of andere manier. Dus dat, en je weet, ik ben van gekke content. En dat zien we in de vlogs terug. Maar ja, het is dan even iets minder vrolijk. Nee, maar, dit, ja, maar we houden het wel vrolijk. Tuurlijk, positief blijven. Nee, wij gaan eventjes. Precies, heel goed. Dankjewel. Ja, tot zover dan. Hier vanuit de Anikaktus in Heerlo. Ja, dat er een best wel een bijzonder momentje. Dat we na zoveel jaren gewoon dit stukje moeten gaan verlaten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog doen voor Alf. Niet voor mij, maar voor Annie vooral. En natuurlijk als je van deze video hebt genoten. Want dit is denk ik het laatste wat jullie kunnen zien. Niet van Annie, maar wel van de oase. Dat we nog hebben wat. Als we volgend jaar bijvoorbeeld weer naar Annie Kaktus zouden gaan. Annie, dus niet met de Kaktus, gewoon Annie. Dan is het dus niet meer de Kaktus oase zoals jullie dat gewend zijn. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video hier op Mitty. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, dat is heel belangrijk. Zeg Annie zelf ook, blijf positief. En dan zeg ik zoals altijd, en ook vandaag. Peace!